willen even nadenken over de betekenis van de doop die zo dadelijk zal plaatsvinden. En met dankbaarheid wil ik erbij zeggen dat ik laat heel vaak plaatjes daarbij zien, maar Sven Peter heeft daar veel mooiere plaatjes van gemaakt dan ik zou kunnen doen. En bedankt daarvoor, Sven Peter. Dopen, ja, iets met een hand, met water, dat zul je zo meteen zien. En een kind dat gedoopt zal worden. Waarom? Als je op het volgende plaatje kijkt, dan zie je twee vuile handen. Als je vuile handen hebt, moet je ze wassen. En dat is ook het water van de doop, een klein beetje, je kunt het niet goed zien, maar het gaat met water. Wast af, maakt schoon. Want wij geloven dat wij niet volmaakte mensen zijn. Dat wij mensen zijn die ook reiniging nodig hebben, die God wil geven in zijn liefde, in zijn trouw. Daarom wordt ook straks in de doopformule die je uit hoort spreken, gedoopt in de naam van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En als het gaat over de doop in de naam van God de Vader, dan hoort daar het symbool van het hart bij, van liefde. God laat nu al voor de kleine kinderen die gedoopt worden al zien, voor Guus en Sam, dat hij van hen houdt. Dat hij gezien heeft dat ook zij die afwassing, die schone reinigen, de werk nodig hebben. Maar hij zegt, ik hou al van jullie, ik zie jullie al, ik ken jullie al. En dat wordt onderstreept, dat hij ook altijd als een echte hemelse vader voor hen wil zijn. En niet alleen voor hen, maar ook voor ons als we hier bij zijn als getuigen, of we nu wel of niet gedoopt zijn, de belofte klinkt dat God onze vader wil zijn. Dus je wordt gedoopt in de naam van God de Vader, maar ook in de naam van God de Zoon. De Heer Jezus Christus, daar hoort het symbool van het kruis bij. Jezus, de Zoon van God, kwam naar de aarde om zijn leven te geven. Om ons weer in verbinding met God te brengen. Hij ging zo ver daarvoor dat hij zelfs zijn leven daarvoor over had. Aan het kruis, 2000 jaar geleden. En toen riep hij het uit, het is volbracht. Het was genoeg. En we mogen bij hem komen, bij hem schuilen en bij God horen. Dat wordt nu al ook aan Sam en Guus beloofd. En wordt niet alleen in de naam van God de Vader, God de Zoon, maar ook in God de Heilige Geest gedoopt. Zo spreken wij God aan zoals de Bijbel erover spreekt. God is één God, maar we kennen hem als Vader, Zoon en Geest. Hoe moet je het anders zeggen voor God die zo groot is? God de Heilige Geest brengt het eigenlijk samen en die zorgt, een soort online verbinding zou je kunnen zeggen, dat er contact is tussen God en jullie kinderen, contact is tussen God en ons. Dus het is eigenlijk één grote prachtige belofte die dan uitgesproken wordt bij de doop, als je gedoopt wordt in de naam van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Nu kan je je afvragen van hoe werkt dat dan in de praktijk? Ik zie God niet en misschien merk je veel minder van God dan je zou verwachten of dat je zou wensen. Nou, God maakt gebruik van mensen. Dat is, om het met een wat ingewikkelder woord te zeggen, het verbond. Het verbond tussen God en ons, maar ook tussen elkaar. Daarom zijn we hier bij elkaar. En dat heb ik als volgt gesymboliseerd met twee kringen. Jij of het gedoopte kind in het midden. Daaromheen is een veilige kring van het gezin, zoals jullie vader en moeder zijn voor jullie kinderen. En jullie zoon dan ook zullen beloven om die veilige kring te zijn om jullie kind heen. Een klein kind is heel kwetsbaar, zoals we straks ook lezen in de Bijbel. Maar mag schuilen bij jullie. Veiligheid, geborgenheid bij jullie ervaren. Zo zorgt God door ouders heen. Maar niet alleen door ouders heen, want ook ouders, ja, iedereen die kinderen heeft, die weet het, dat het best een hele klus is. En dat je ook jezelf vaak tegenkomt, omdat het niet volmaakt gaat allemaal. En je kinderen de dingen afkijken, en niet alleen de goede dingen afkijken, maar ook de minder goede dingen van je afkijken. En daar word je nou mee geconfronteerd. Maar er is toch een kring omheen. Dat is de kring van de gemeente. Alle mensen eromheen. Zoals we hier bij elkaar zitten. En we zeggen, wij helpen jullie als ouders er ook bij, op allerlei manieren, of het nu in de kerkdienst is, in de kinderdienst, of in de club, of see you to learn, of welke activiteit er ook is. Op die manier zijn er twee veilige kringen om dat kind heen.
En dat geldt eigenlijk ook voor ons allemaal dus. Maar ja, je kunt dat niet tekenen, maar daaromheen, misschien als een bol zou je het kunnen tekenen, zit God nog. God die zegt van, daaromheen ben ik. En zo merk je dat jullie kinderen zo veilig zijn, zo betrokken zijn, dat God alles klaarzet, zodat ze straks ook zelf uiteindelijk de keuze mogen maken. En we hopen en bidden om met God te leven. Prachtig moment dus, wat onderstreept wat God er nu al is. Maar om het niet te vergeten, wordt gedoopt en worden we aan onze eigen doop herinnerd. Of in ieder geval aan Gods betrokkenheid op het leven van ons allemaal. Het is uiteindelijk één groot welkom. Wat geweldig dat wij mogen weten als niet volmaakte mensen, dat we welkom zijn bij God. Dat jullie kinderen welkom zijn in onze gemeente. Om zo op die manier voor elkaar te zorgen. En elkaar te helpen om dicht bij God te leven. Tot zover de uitleg van de doop.